Dankjewel. Ja, graag gedaan. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag sta ik bij Preston Palace. Nou, ik heb hier al eens een keer een video over gemaakt, maar de kwaliteit van de video is nogal rampzalig. Dus ga ik het nu nog een keer opnieuw doen. Niet voor de video, maar eigenlijk stiekem voor mezelf. Ik blijf 2 nachten, dus ik neem jullie de komende tijd gewoon gezellig overal mee naartoe. Dit is dan het hotel. Hier. Daar komen normaal altijd waterstralen uit, maar die staan vandaag volgens mij uit. En dan heb je daar de ingang. En wij zitten dan op deze etage, etage 1, 1103. En dat is dan deze mooie deur. Prachtig. En ik laat je nu eventjes de hotelkamer zien. Dan is dit het bed. 2 bedden natuurlijk, dus hebben we 2 personen. Hier staat een tafel met de afstandsbediening en de telefoon. Eventjes mijn spulletjes opruimen. Een stoel. Hier kom je natuurlijk naar binnen. De gang, het tv, dus lekker in bed, kijken, kapstokken, dan hebben we hier het uitzicht vanuit het dak, maar daar zie je dan natuurlijk, dat zie je niet heel goed, even inzoomen, de stoomtrein, of in ieder geval een trein met een terras natuurlijk, er zit nog niemand. Schilderij, een tafel met een kluis, een spiegel, nog een stoel. Dan gaan we hier naar de badkamer. Een wc. De douche. Heerlijk. En natuurlijk een wasbak, handzeep, bekertjes, spiegeltje. Hallo. En natuurlijk de föhn en tissues. En dat was het dan. Dan hebben we hier nog, hier zit een gat, maar daar zit niks. Het is gewoon eigenlijk een donker hoek. Zo. En dan ga ik nu denk ik heel even eten, want ik heb eigenlijk niks gegeten. Omdat het natuurlijk 3 uur rijden is. En ik dacht iets van, als we daar zijn kunnen we meteen aanschuiven. Dus ik zou zeggen laten we dat gauw gaan doen. Thank you.
Nou, dit is dan de caféstraat met alle cafeetjes. Nou, dan is dit de bioscoop. En volgens mij moeten we helemaal anders omlopen. Dit is de bar, ik weet niet of die in gebruik is. Het zal wel niet. Oh. Ik ga gewoon even ergens zitten, kijken of dat lekker zit. Het zit erg lekker, moet ik zeggen. Het is wel iets krap. Nou ja, ik heb dan nog wat ruimte, maar ik denk als je wat langer bent, dan heb je een probleem. Maar op zich zit het dus toen eigenlijk prima. Zo. En ik begin vandaag met een soepje. Kruidenboter en wat stuk brood. Nou, het is mooi weer, dus kunnen we lekker buiten zitten eten. Smakelijk. Lekker. Oh nee, daar moet iets zijn. Andere kant. En nu is het tijd voor een toetje. Ja. Nou, we gaan nu meedoen met een muziekquiz. Nou, ik ben benieuwd. Nou, we hebben net de quiz gedaan, maar helaas heb ik verloren. En nu gaan we naar de kermis. Thank you.
Pannenkoekjes en roomboter, zoals lekker. Dus in de wereld, heb jij ze ooit gezien? Die kleine leuke ventjes, die dikke bolle vrouwtjes. Ze wonen in een holle boom en werken in het bos. Zie je ook, het is achter de dennenboom. Bristol en Ennis zeggen dat ze bestaan. Hun tuin is altijd opgeruimd. En als je vraagt hoe het kan, zeggen ze, dat hebben de kabouters gedaan. Dan beweeg iets. Nou, we gaan nu midget golven. Ik heb heerlijk geontbeten trouwens, dus dat is ook wel fijn. Even kijken of ik iets van bak. Het zou wel niet. Nee. Dat blijkt wel hard, dus niet in. Nou, het gaat geweldig. Dit even zo. Ja, maar ik heb er maar acht van. Zo, nou, we hebben net gemidget golf en ja, ik heb gewonnen. En nu zit ik even aan de warme chocomel. En dan gaan we kijken wat we kunnen gaan doen. Dus. Ja, misschien dat je in het zonnetje wil zitten. Dat is het niet. Ja, je hebt hier een poortje daar. Oh, nee. Ja, dat is goed. Zometeen gaan we bowlen, maar eerst gaan we poelen. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik ben er niet zo heel goed in, dus het wordt gewoon een ramp. Ja, ik ben er.
Ik heb gewonnen. En dan gaan we nu een potje mensen erger je niet te doen. Met een snackje erbij. En een heerlijk drankje. Nou, ik ben eens benieuwd. Buis nog wel. Heb ik je zelf gestuurd dan? Een hele goede morgen. Het is vandaag de laatste dag. We gaan onze koffers inpakken en dan gaan we richting huis. Dus bij deze wil ik de video afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik heb niet alles gefilmd. Ik heb geloof ik ook niet de video afgesloten of de dag afgesloten en de dag geopend. Maar ja, sorry daarvoor. Maar dan wil ik hierbij de video afsluiten. Doeg!